De stichting RUMAS heeft vanmorgen aan 22 jonge mannen een certificaat uitgereikt van het RUMAS-project Yepimigo Moro Farah. De jongens zitten in de leeftijdscategorie 17 tot 24 jaar. Annie Becker, waarnemend directeur van RUMAS, is er trots op dat deze jonge mannen de training succesvol hebben afgerond. De jongens ontvangen een certificaat, maar dat wil niet zeggen dat hiermee het traject wordt afgesloten, zegt Becker. Graag we het ook zouden willen, uno wa lusunu, uno wa lasunu, dus weer komen of varen naar uno. Eén, volgens mij zijn het er twee jongens nu, zijn al aan het werk gezet. Nu zijn we morgen vanaf donderdag en morgen is een vrije dag, gaan een aantal jongens met meneer Milton en meneer Gilly, acht jongens, gaan op pad. Er zijn al afspraken gemaakt met werkgevers om ze alvast in een baan te stoppen. Tegelijkertijd zijn we nog bezig om de andere jongens zo snel mogelijk, want Asan moest de dat Asan het duurt om zich langer, want if Asan het duurt om zich langer, dan heb je niet bij bakken, dan je taas niet bij bakken, dat je moest wiki, dan je nou aan wiki, dus binnen tangen deels dan hoe dat alle de jonge mannen die moest op wat job. Hoe leer je dat alibi na wiki, broko, nyang, sribi, plen. RUMAS-directeur Emmy Hart, die voor de stichting in Nederland vertoeft, heeft de jonge mannen via de telefoon toegesproken. Hart zei dat het certificaat het bewijs is dat de jongens hun leven hebben veranderd en dat de staf van RUMAS hen zal blijven begeleiden. Zodra ze vragen, gaan wij draaien. Dus ik wil alle ouders ook bedanken. Ik vind het machtig wat de ouders ook hebben gedaan. En vooral mijn personeel. Ik vind jullie zulke schatjes. Ik ben zo fijn, maar ik voel me zo gelukkig. Ik voel me echt gelukkig om erop te staan. Ik heb mijn zus gezegd, ik voel me gelukkig. Gelukkig dat ik het zo als ik leiding kan geven aan de organisatie van God. En dat God me dit werk heeft toevertrouwd, maar nog meer, dat God mij nog mensen heeft toevertrouwd die mij begrijpen en die het werk begrijpen van God. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk danken als medewerkers. En ook iedereen die luistert, iedereen die heeft bijgedragen, wil ik hartelijk dank zeggen. En ik vraag God zeker over jullie allemaal. Allemaal, allemaal, allemaal. Iedereen die daar zit, God zeker over u. Amen. Tot zover Emmy Hart, directeur van RUMAS, die vanuit Nederland de 22 jonge mannen toesprak via de telefoon. En zij hebben vanmorgen hun certificaat in handen gehad voor het RUMAS-project Yepimigo Moro Farah. De uitreiking vond plaats in het RUMAS-centrum te Boerbuiten.